De tuin van de pastoriewoning in Moordzele vormt het decor van de voorstelling Call for Eden. Een kleine groep mensen, allemaal met mondmaskers, maakt een wandeling doorheen de tuin. Onderweg krijgen ze kleine optredens te zien. Dit alles is een idee van Jana Roos, een Gentse modeontwerpster. Zij maakte tijdens de lockdown een eigen collectie, geïnspireerd op de lievelingsbloemen van mensen. Dus ik ben eigenlijk zelfstandige in de artistieke en culturele wereld. Nu niet zo dankbaar tijdens de corona. Dus daarom ben ik eigenlijk mijn eigen project begonnen, een eigen collectie beginnen creëren. En dat was eigenlijk deze, Call for Eden. Hebben we daarmee een hele fotoshoot gedaan. Die kan je ook bezichtigen op de wandeling. En dan ben ik met Céline samen verder gaan denken over het inhoudelijke. En het beter gaan uitwerken, ook voor een performance eigenlijk. En wij hebben dat op een manier gedaan door eigenlijk personages te creëren, Céline en ik. En die personages hebben elk hun eigen sterkte, zoals een operazangeres, een pianiste, een violiste enzovoort enzoverder. Call for Eden is een totaalbelevenis. Jana wil vooral dat mensen tijdens de voorstelling even tot rust komen en genieten van de muziek, de dans en de natuur. De mensen hebben eigenlijk een beetje een inkijk gekregen in mijn wereld. In de zin van, ik wil ze even meenemen in een andere wereld, los van de realiteit. Waar dat ze kunnen onthaasten, zich ontspannen en vooral kunnen genieten van alles wat zich rond hen afspeelt. Dat is eigenlijk het voornaamste voor mij. Dankzij het gemeenschapscentrum De Kluizen kon Call for Eden hier doorgaan. En daar is Jana blij mee, want eindelijk kan ze nog eens iets tonen voor het publiek. Ja, zeker. Zeker na een hele tijd dat alles al stil ligt. Hebben we echt naar een manier proberen zoeken waardoor dat we het wel degelijk konden, coronaproof, naar het publiek toe geven. En dat u zoveel deugt, dat is echt niet normaal. Ik vond het prachtig. Allee, een prachtige locatie met prachtige muziek, zang, kledij. Ja, die kostuums zijn ook fantastisch en de zon schijnt. Ja, ja, zeker hier de omgeving is bijna perfect om zoiets te doen. Nee, een mooi bos. De natuurgeluiden hebben ook hun werk gedaan intussen. We zijn heel tevreden.